Welkom bij deze Blackbird podcast. Ik ben Andy Komans en tijdens dit interview ga ik in gesprek met een ondernemer over zijn exitstrategie. Want uw exitstrategie als ondernemer begint niet op het moment dat je beslist om uw bedrijf te verkopen. Het begint vele jaren vooraf. In mijn eigen traject als ondernemer heb ik vastgesteld dat tijdig inzetten op uw exit en die ook tijdig plannen, dat dat een van de meest cruciale fundamenten is om verder uw bedrijf net heel succesvol te kunnen gaan uitbouwen en ooit los te laten. En daarover ga ik vandaag in gesprek met Gunter Gijsels van Get Driven. Welkom, Gunter. Dank u wel. Gunter, voor de mensen die jou nog niet kennen of die Get Driven nog niet kennen, wie ben jij en wat is Get Driven? Kunt je dat eens bondig even verduidelijken? Dus mijn naam is Gunter Gijsels, ik ben 29 nu. Ik ben oprichter en CEO, om het zo te noemen, van Get Driven. En Get Driven is een privé chauffeursplatform. Chauffeurs on demand, waarbij dat wij in jouw wagen rijden, dus de wagen van de klant. We hebben zelf geen wagens, we zijn geen taxibedrijf. Met een aantal steunpilaren, dat is files. Zakenmensen die tijd verliezen in de wagen, dus die reistijd omzetten in werktijd. Dat is een hele grote. En dan alcohol, dus om te kunnen genieten van glas op een avond uit. In alle comfort en flexibiliteit, omdat je een chauffeur mee hebt eigenlijk, of een driver. Dat zijn twee zaken en dan nog twee takken daarnaast in de leasingsector, haal- en brengservice. En evenementensector, maar de eerste twee is vooral wat het platform ronddraait. Hoe lang geleden zijn je met Get Driven gestart? Het idee is gestart in 2016, dus vrij vroeg naar de schoolbanken. Het platform hebben we gelanceerd in april 2019, dus dat heeft exact een jaar gedraaid tegen dat COVID kwam, wat dat niet top is. Maar het idee bestaat al iets langer. Het idee bestaat nu bijna 6 jaar. Ja, ik denk Get Driven komt regelmatig in de media als toch een van de heel beloftevolle start-ups die wel een bepaalde snelheid heeft genomen, om het even in de auto's te houden. Ik lees vandaag, Get Driven zit in België, in Duitsland, in de UK, Luxemburg. Vergeet ik nog een land? Nee, dat zijn de 4 landen waar we effectief een zetel hebben. Operationeel zijn we actief in België alleen, momenteel. In non-covid-tijden dan was dat een ander verhaal, maar het is zeker de bedoeling dat we 2022 daar beginnen een omzet te genereren. Ja. Ja. En met hoeveel mensen werken jullie vandaag? Wel, op de baan nu in België hebben we 1000 mensen die rijden. Het is on demand, dus die rijden niet allemaal constant. In piektijden, we hebben 2 maanden non-covid-tijden gehad in 2021. Dan deden we meer dan 15.000 uur in een maand. Wat toch een serieus volume is. Allee, dat is meer dan 100 fulltimers op de baan. Het kantoor is vrij beperkt. We hebben nu net 2 nieuwe mensen aangeworven. Dus dan zijn we nu exact met 10. Of 9. Ik denk 10 dat we er zijn. 4 IT. Er waren 4 commercieel en nog iemand, dus we gaan er 9 zijn, ja. Dat is een bewijs hoe snel dat het gaat, hè? Ja, ja. Nu, vandaag, Gunter, Get Driven is uw eerste bedrijf? Ja. Dat is het eerste dat ik opgericht heb na school. Ondertussen zit ik al wel in redelijk wat gevarieerde organisaties, zeg maar. Van vastgoed tot een cocktailbar dat ik mee investeer. Maar Get Driven is effectief het eerste dat ik ooit een ondernemen heb ondernomen. En als je nu ondertussen, want ik neem aan dat je jezelf als ondernemer ondertussen ook heel goed hebt leren kennen, waar krijg je echt goesting van in ondernemen en wat zijn zo de dingen dat je zegt van ja, daar, dan draai ik mij nog eens om, daar kruip ik liever niet voor uit mijn bed? Ja, ik word snel verveeld. Dus voor mij moet het altijd nieuw gaan, nieuw zijn en het moet ook snel gaan bij mij, want anders dan ben ik me eigenlijk te vervelen, zeg maar. Ik ben wel succes-driven, denk ik. Ik haal mijn voldoening als het draait. En dat is iets dat... Allee, het zaadje planten en zorgen dat er tractie is, dat is wat ik het liefste doe. Wat ik minst liefst doe, is het operationele, zeg maar. Met cijfers bezig zijn en papieren. Ik vind mezelf te creatief daarvoor. Dus ik heb liever dat ik rond concepten bouw en growth hacking en bezig ben met de bigger picture dan dat ik
ja, op mijn papier zitten kijken. Dan zo werk ik. Maar dan moet je toch al, met die eigenschap moet je toch al heel snel in je onderneming begonnen zijn met ja, capabele mensen aan te trekken en te delegeren. Ja, nu lukt dat wel. In het begin hebben we natuurlijk alles zelf gedaan. Ik was zowel chauffeur als boekhouder, als marketeer, als sales guy. Dus ik was het allemaal. En ik denk dat je dat in het begin ook wel moet doen. Ik heb het altijd, zeker in het begin, want je komt van zeer weinig kapitaal, dan heb je ook budget daar niet voor. En dan zou ik ook niet een hypotheek nemen op mijn woning om toch genoeg mensen kunnen aan te werven. Dus ik denk dat het allemaal wel een deel organisch moet, totdat je een bepaalde tractie hebt. Als ik nu dingen doe, dan wil ik wel zorgen dat we direct kunnen met juiste mensen gas kunnen geven, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat je ervoor nog met je voeten in de modder moet. Dat moet ook, maar niet het pure operationele. Ja. Nu, ik heb voor elke gast die ik vraag om even in mijn zetel te komen zitten, meestal wel één specifieke reden waarom ik die vraag heb gesteld. Bij jou was die vraag eigenlijk voor mij heel duidelijk. Ik heb op een bepaald moment gezien dat toen Get Driven gestart was, dat je er heel snel in je traject voor gekozen hebt om met een externe investeerder te gaan samenwerken. Wat dus concreet betekent, je hebt een stuk van je bedrijf, van Get Driven, heel vroegtijdig verkocht. Ja. En daar merk ik toch wel dat heel veel ondernemers echt op vastlopen. Hè. Vaak tot in den treuren, jaren na de oprichting, dat ja, sommige ondernemers hun heel leven lang, ja, dit is mijn kindje, dit is van mij. Waarom heb je die beslissing genomen op die moment? Ja, ik denk dat wij vandaag nog altijd super atypisch zijn. We leven in een tijdperk nu dat digitaal is en tech. En dan is het bijna niet mogelijk dat je dat zelf doet. En dan heb je altijd het seed round, series A, series B. En dan wordt er heel veel geld gepompt. En wordt er met heel veel geld proberen een knal te maken. Wij hebben dat eigenlijk niet gedaan. Ik heb wel heel snel verkocht een deel en dan nog een deel. Door het simpele feit, ik zat met een nieuw product. Een nieuw... Twee keer aan dezelfde investeerder ook? Ja, twee keer aan dezelfde. Ik zat met een nieuw product, een nieuw concept. Ik kwam van school zonder bedrijfsnetwerk of eender wat. Ik kom uit een arbeidersgezin, dus die hadden mijn ouders dan ook niet eens op netwerk. Waar dat mijn doelgroep zijn ondernemers, waar dat ik terecht kon. En toen ja, dan begonnen we wel tractie te creëren op een zeer minime manier, zeg maar, met mijn website en kaartjes op de parking van de VIP-parking van de voetbal te gaan steken en van are you drunk, you should have gotten a driver, zo van die spreuken op, super laagdrempelig. En dan was voor mij de reden van oké, ik kreeg een aanbod van een multinational die dat wou implementeren in hun structuur, waardoor dat ik eigenlijk intrapreneur werd. En ik heb dat toen niet gedaan. Omdat ik mij daar niet zo goed bij voelde. En dan is een bal een beetje aan het rollen gegaan. En dan heb ik heel veel denk mensen ook, gesproken die... Als ik daar op de pauzeknop mag duwen, ik denk als dat zo snel na je oprichting al op je afkomt, is dat ook niet een moment dat je toch even in een bepaalde angstmodus gaat? De moment dat je dat afwijst, bedoel ik? Van, allee, je ziet genoeg in die techmarkt gebeuren van gigantisch groot bedrijf komt naar kleine speler, vraagt het ene keer, nadien zegt kleine speler nee. En wordt de markt uitgeduwd omdat de grote speler hetzelfde begint te bouwen? Ja, ik heb wel wat stress gehad, want die speler heeft dan ook die plannen verder gezet. Ik was niet de enige dat dat zou kunnen gedaan hebben. En die hadden een budget die waarschijnlijk 15 keer tonzen was. Dus voor hetzelfde geld konden ze ons uit de markt geduwd hebben. Dat is dan niet gebeurd. Maar inderdaad, het is vooral... Ik was toen 4 of 25, denk ik. Het zal 25, 24 zijn. Ja, je bent nog zeer onwetend. Het is allemaal zeer nieuw. En ik had ook totaal geen kaas gegeten van kapitaal ophalen of valuering of potentieel. Ik had geen app, ik had geen software. Ik was alleen. Dus dan is dat zeer moeilijk van oké, wat is dat nu waard? En die eerste stap was zeer moeilijk. En dan denk ik dat je vooral op buikgevoel moet afgaan van kijk, ja, ik heb een klik met die mens of niet. En dat heb ik toen gedaan met mijn eerste verkoop. Ja. Ja. Je bent toen gaan samenwerken met Steve Rousseau. Ja. Niet de kleinste. Nee. dus je hebt daar direct iemand mee met toch wel een bepaalde bagage, ervaring. Wat was voor u de belangrijkste reden om toen al een stuk van uw zaak te verkopen aan een investeerder? Er waren een aantal zaken. Ik zat wel met het idee... In Steve zijn positie heeft hij dat puur voor mij gedaan, maar hoe dat ik in elkaar zat als jonge gast. Want ik en Steve zijn een generatie verschil.
Het leuke is ook aan dat ik en Steve samen zijn gegroeid. Want Steve was 4, 5 jaar geleden, de eerste keer dat hij met Gedriven, Hans in het begin, was Steve ook nog niet wie dat hij nu was. En ik had een supergoeie clip met Steve. En Steve zei ook van, ja, zou je niet beter gewoon met een West-Vlaamse ondernemer eens aan tafel zitten in plaats van met die corporates en dit en dat. En ik zei, oké, ik wil dat wel doen. En toen waren er ook wel veel mensen dat wilden investeren. En Steve was iemand die, ja, de cijfers en allemaal maakte hem weinig uit. Hij geloofde in mij en die dacht van, oké, dit is een losgeslagen projectiel, ik ga die gast wel laten doen. En wij hadden gewoon een super band en op vandaag hebben ik en Steve een super, super dichte band. We zijn super close. Dus, en wat bracht Steve toen mee? Ja, dat was toch, House of Talent was ook al geen klein bedrijf niet meer. Hè. Verre van. Een groot netwerk, zeker bij ons. Ja, ik denk dat we nog altijd een concept zitten met een olievlek. Hoe groter je olievlek, hoe breder dat ze zich verspreidt. Hè, want een beetje tentakels overal. En Steve heeft sowieso al eerst die eerste kwak olie uitgeduwd, zeg maar. En hij liet mij doen. Op vandaag ook nog altijd. Ook al zit ik nu in een minderheid, hij laat mij 100% carte blanche doen. En dat is iets dat wel werkt in ons geval. Je zit nu, zegt je, in een minderheidsaandeelpositie. Betekent dat dat Steve vandaag een meerderheid heeft in het bedrijf? Ja. Of zijn er extra spelers bijgekomen? Steve heeft een meerderheid, ja. Oké. Okay. Ja. Dus hij heeft zijn belang nog vergroot. Ja. Ja, dat is inderdaad wel sterk, vind ik, dat je dan zegt van oké, ik heb vandaag wel die vrijheid en ja. Dan moeten toch goede afspraken gemaakt hebben ook in het begin. Ja, we hebben zo'n contract dat, zoals Steve en ik, waarschijnlijk niet meer weten waar dat ligt. zo gaan we ermee om. Ja. Wij vertrouwen elkaar en van ons is een handdruk of een woord nog altijd meer waard dan ja, wij zijn echt wel vrienden geworden, misschien zelfs een deel vader-zoon relatie geworden. Op een bepaalde manier. En ja, op den duur bouwde ook vertrouwen op. En dat is ook al de jaren ervoor gebleken. En ik zeg tegen Steve, ik wou toen een app bouwen, maar dat gaat zoveel 100.000 euro kosten. Dat hadden we niet. Oké, doe maar en trek je een plan en we zien waar dat we geraken. En we hebben het altijd op die manier gedaan. En als je plots begint Ferraris en allemaal te kopen op de zaak, dan gaat hij waarschijnlijk wel zeggen van wat is de bedoeling. Ook al zou Steve dat waarschijnlijk geweldig vinden, omdat hij denkt dat dat bij het imago past van Gedriven. We gaan dan toch eigen auto's laten rijden en we gaan dat direct in het extreme luxe segment doen. Nee, dat zou zijn voor wat. Wij hebben een heel gesofisticeerd een bonussysteem voor de chauffeurs, waar dat er wel wat sportieve wagens aan verbonden zijn, dat zij daarmee mogen rijden in de vrije tijd. Ja. En in die optiek zou Steve waarschijnlijk gewoon zeggen van kom, die man. Nee, maar het is wel super dat, hey, ondanks het aandelenpercentage, is er een duidelijke afspraak van kijk, het is uw visie, jij bent ermee gestart en jij blijft die lijn wel kleuren. Ja, maar ik heb dat ook een beetje door. Er zijn nog een aantal zaken waar ik de meerderheid in heb dan en niet operationeel ben. Ook, En dat is ook omdat ik die gasten vertrouw en die doen een ding en denk dat moet zo zijn. Wat Steve is vandaag, die heeft patchen op van CEO van House of Talent. Dus hij kan ook niet bezig zijn daarmee, denk ik. En ik denk dat het runnen en aandeelhouder of eigenaar zijn van een bedrijf los van elkaar staat. En ik denk dat er wel wat verhalen zijn dat niet meer goed loopt en dat er dan wel conflicten zijn tussen het management en een aandeelhouderschap, of de verdeling daarvan tenminste. Maar bij ons is dat niet zo. Op een duur hebben we wel de afspraken en dan weten we wat dat kan of niet. En heb je dan iets dat je zegt van kijk, ja, boom, ik zou dat willen doen. Dan zit aan tafel, bespreekt het. En, ja. Ja. Bij ons gaat dat allemaal zo zonder veel wrevel of ja, dat gaat heel natuurlijk. Ja. Een vraag waar je mij waarschijnlijk nooit helemaal wetend een antwoord op kunt geven, maar ik ga ze toch stellen. Had Gedriven vandaag gestaan waar het staat? Mocht je niet destijds gezegd hebben, nu ga ik een investeerder erbij halen, gelijk Steve? Die eerste olievlek denk ik dat heel belangrijk was. We zijn ondertussen ook al heel veel gekopieerd geweest en toen hebben wij wel snel geschakeld met super weinig middelen. Moest dat daarvoor Steve zijn? Mogelijks niet. Kon dat een andere persoon ook gedaan hebben? Waarschijnlijk. Steve is ambassadeur geweest van in het begin. Maar we hebben ook heel veel ambassadeurs die ambassadeur zijn zonder aandeelhouderschap. Maar ik denk dat Steve wel een heel belangrijke rol heeft gespeeld in mijn carrière tot nu toe. Ook dan bijvoorbeeld in de tweede verkoop. En ik denk dat het op heel veel manieren anders zou kunnen uitgedraaid zijn zonder Steve.
Maar plus ook, ik denk dat heel zeldzaam is dat je elkaar leert kennen met een leeftijdsverschil van 25 jaar, wij zoals spreken, of 20 jaar. En dat je super close bent en dat je vertrouwen hebt. En ik denk dat er, als je dan bijvoorbeeld als de eerste verkoop dan meer een traditionele VC of zoiets was, dan denk ik dat je al wat, ja, misschien wel wat meer tegen de muur werd gedrukt op bepaalde momenten. Dus, Plus, ik denk dat je daar iets hebt in je relatie die veel voedender is dan alleen maar okay, een zak geld en een netwerk op het moment dat er een transactie gebeurt. Ja. Wat ik toch wel vaak tegenkom, is als iemand zich zo een beetje als zakelijke vader, zal ik maar zeggen, toch wel opstelt, wat je heel mooi verwoordde. Heel vaak gaat die een ondernemer ook een stuk van zijn eigen in jonge vorm terug herkennen bij de persoon die hij een stukje gaat mentoren ook op die manier. Ja, ik denk dat dat wel het geval is. En plus ook, Steve was nog een paar jaar ouder dan mij toen dat hij zijn eerste zaak begon met House of Talents. Dus hij is altijd, hij is misschien zelfs een beetje fan van mij, denk ik, Steve. Dat is leuk. Ja. Wel, misschien een heel belangrijke vraag. Stel nu, want ongetwijfeld heel veel ondernemers worstelen met dezelfde vraag. Hè. Ik zie er de voordelen van, maar ik heb er toch schrik van. Moet ik nu een investeerder gaan? Als je nu één tip zou kunnen geven vanuit je eigen achteruitkijkspiegel, wat zou je dan zeggen tegen een jonge ondernemer of iemand die misschien echt twijfelt van, moet ik dit doen? Ja, het is moeilijk om daar één antwoord op te geven, want het hangt van heel veel factoren af. Ik denk dat je kunt besluiten, als je alleen aandeelhouder bent, zoveel te beter, want het is 100% van u, moeten we niemand niet rekening houden. En als je wilt groeien vandaag, dan denk ik, vandaag is, hoe snel dat alles gaat, is snelheid belangrijk. Dus dan moet je wel voldoende... En middelen zijn niet alles natuurlijk, want netwerk is vaak belangrijker in het begin dan middelen, want... Zeker als ik niet met honderden miljoenen valuaties bezig ben, dat je zegt van kijk, ons marketingbudget is 30 miljoen en we kopen ons netwerk. Ja, bon. Maar als je in het begin hè, dat je wat organische groei wilt creëren en gestaag wilt groeien, dan denk je dat netwerk belangrijk is en dat je je product ergens kunt gaan plaatsen. En dus dan denk ik dat belangrijk is. Als je dat dan doet met iemand, dan denk ik ja... dat je wel een persoonlijke klik moet hebben. En ook, het is ook te zien, wil je dat verkopen om op je gemak te zijn, okay, dan is de highest bidder en het is weg. Wil je dat doen om nog verder te groeien, dan moet je kijken van okay, wat kunnen die mensen bijbrengen, welke deuren gaan ze openen, gepaard met het kapitaal dat daarvoor nodig is dan. Of zeg je van kijk, ja, centen hebben we niet nodig, maar ik heb iemand nodig die met mij mee in naast het zitje zit en naast mij de rollercoaster gaat bereiden, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat drie verschillende scenario's zijn dat je moet bekijken van waarom zou ik verkopen? Is dat uitcashen, is dat groeien of is dat iemand naast je zijde hebben? Dus. Ik heb u ooit op tv een uitspraak horen doen die bij mij direct bleef plakken. En dat was... Ik ga zijn eigen woorden geven. Maar het klonk als... Een ondernemer wordt niet rijk van zich een loon uit te keren. Mm. Ik vond dat een heel pakkende uitspraak, omdat ik denk dat heel veel ondernemers in dat hamsterwiel blijven ronddraaien. En zeker bij een groeibedrijf. Heel veel ondernemers nemen te weinig mee naar huis. Ze investeren alles terug in hun bedrijf. Ze waken niet over een balans van privévermogen en zakelijk vermogen. Je hebt op een bepaald moment gezegd, goed, ik ga een stukje van mijn zaak verkopen. Je hebt privé een stuk gecashed. Wat heeft dat op die moment met u gedaan als mens en als ondernemer? Ja, het heeft... de laatste keer was natuurlijk een hele andere groot worden dan het begin. Maar zoals ik zei, ik ben opgegroeid in een gezin dat we echt wel iedere euro moesten omdraaien en dat we eetfestijnen gaven voor mijn sport, waar ik toen prof in was, moesten bekostigen. Als je dan op je 24 wel een serieus bedrag krijgt voor wel de helft van een bedrijf, dat eigenlijk niks waard is dan, dat het idee iets waard is. En dat je daarmee je huis kunt kopen, bij wijze van spreken, dat doet wel heel veel, denk ik. Ook al is dat dan niet echt heel belangrijk. Voor mij was vooral toen de tweede keer van... voor mentale rust te hebben. Want toen zaten we echt van evalueringen van een paar tiental miljoen.
van oké, bon, ik voel me daar zeer oncomfortabel bij door jezelf het minimumloon uit te keren in België, zoals iedereen, want je wordt gewoon veel te zwaar belast om je 1400 euro uit te keren en dat er hier dan over valueringen wordt gesproken voor een paar 10 miljoen. Vond ik dat niet. Ik zou, en dan zeker daarna kwam COVID, ik zou het zelf zeer moeilijk gehad hebben om mij te kunnen blijven focussen op groei en we gaan naar Duitsland en we gaan naar Engeland en we gaan gas geven. Als ik constant zit te kijken van oké, wat is de valuering en als ik nu zou verkopen, wat zou ik dan hebben? En schrik van ja, maar ja, misschien gaat dat hier mij ontlopen en heb ik dat nooit niet gehad. En ik was daar, Steve voelde dat toen ook aan, ik was daar gewoon heel veel mee bezig van oké, we spreken hier over wel veel geld. En toen heeft Steve op een bepaald moment gezegd van oké, we kunnen nu een derde partij erin halen. Ofwel zeg je van kijk, daarmee zit je mee op je gemak voor even en we doen dat. En in principe op een paar dagen tijd hebben wij contract getekend, het geld op de rekening, hij heeft nog wat extra aandelen gepakt, er verandert niks aan structuur. Ik dacht zo van oké, goed, nu gaan we gas geven. Ja, want je zegt wel, dat is omgekeerd ook. Hè. Je zegt wel, oké, als ik op die moment continu in de evaluering bezig ben, dan geeft dat een bepaalde druk en stress, hè, FOMO-gevoel, dat je niet wilt mislopen. Maar ik denk aan de andere kant ook, waar je zegt, hè, een ondernemer die zichzelf 1400 euro in de maand uitkeert, ja, als die thuis zich al zorgen moet maken over zijn privé, gaat u dan nog maar zorgen maken over uw bedrijf. Het neemt uw focus ook weg uit uw organisatie. Hè? Ja, het neemt de focus weg en denk dat je ook op den duur dat je eraan ten onder gaat. Ik zeg nu niet dat iedereen dat onderneemt plots een paar miljoen aan de kant moet zetten privé, omdat je dan goed kunt ondernemen. Allee, dat is ook zeker niet waar. Maar het is wel zo dat een keer dat je daar dan bent en dat de mogelijkheid daar is, dan denk ik dat wel u een groot gevoel van rust geeft om te zeggen van kijk, oké, goed, we zetten een aantal dingen op drogen en nu kunnen we volop gaan en onze ambitie ligt nu daar. Want, en dat gaat ook veel makkelijker zijn van ja, nee, wij verkopen nu niet. We hebben de laatste periode met heel veel VC aan het spreken geweest, omdat wij bezig zijn met wij willen er binnenkort echt een patat op geven, dat we kunnen zeggen van vandaag is Get Driven nog altijd bootstrapped, we hebben nog altijd geen burn capital opgehaald. We willen echt eens gas geven en dat zijn nu wel in de positie van, kijk, als je dat niet wilt geven, het hoeft niet. Want je zit al wat meer op je gemak, privé. Worden daar dan, die rust dat je daar benoemt, die je dan hebt, worden daar, ja, ik denk dat je daar een matuurder, een ondernemer mee wordt in de eerste plaats. Maar gaat je dan ook voelen, benoemt je dan dat je je eigen anders gaat gedragen in onderhandelingen, in gesprekken, in beslissingen? Ja, ik denk dat wel, want anders, allee, mocht ik nu nog nooit iets hebben verkocht, dan was ik het nu constant terug aan het, wat ga ik hier doen, met wie ga ik hier een deel verkopen, want ik wil hier zo rap mogelijk iets een deel verkopen. Ik heb nu, ja, ik wil verkopen op termijn, maar ik heb nu niet zoiets dat constant aan mij zit te knagen van, ik moet hier zo rap mogelijk een deel cashen, want anders, nu heb ik mezelf wat tijd gekocht en kan ik dat zeker ook, we hebben 2 jaar verloren met COVID nu al, mocht dat nu niet, ja, boom, ik denk dat ik zot werd, als ik dat niet had gedaan, eerlijk gezegd. Dus, ja, want dan ziet je direct een heel groot stuk van die opgebouwde waarde wel terug verdampen natuurlijk. Hè? Ja. Nu, in die COVID, want inderdaad, jullie stond klaar om gas te geven. Dan ineens komt COVID langs. Ja, dat hebben jullie gevoeld, net als heel veel bedrijven dat gevoeld hebben. Heb je op die moment het gevoel gehad van, kijk, ik zit met een investeerder aan tafel. Ja, die wil ook rendement voor zijn investering. Heeft dat in het begin bij u gevoeld als enigszins een oncomfortabele druk of eerder als ik sta er niet alleen voor? Ik heb daar wel zwaar door gestrest in het begin. Desalniettemin dat ons team in het begin van 2022 ook niet heel groot was. En dat wij een on-demand platform zijn, waardoor dat wij het grote deel van onze omzet eigenlijk, ja, als er geen ritten waren, dan kost dat eigenlijk ons ook niet zo heel veel geld. Je marketing kunnen stopzetten. Dus daarin, het was gewoon heel jammer dat onze groei, dat die abrupt tot een einde kwam. En zelfs volledig terug naar beneden was. Maar het is nu niet extreem van goed, we zitten in de shit. Wat dat wel was, van kijk, we hebben nu tijd om een aantal dingen te herzien. We hebben ook die keuze genomen. We hebben van 0 mensen intern, hebben we 5 mensen intern IT gehaald. 1 CTO, dan 4 developers. Om echt Hans platform opnieuw te bouwen. En toen hebben we wel gezegd van kijk,
dit gaat geld kosten, dit gaan zwaar rode cijfers zijn, maar we weten dat een omzet gewoon er niet is. En toen, met Steve, dan hebben wij zowel, omdat ik al een deel had gecashed, dan heb ik daar ook een deel kunnen insteken, rekeningkrant, en dan Steve ook. Dus hebben we eigenlijk zelf kunnen oplossen en dat was dan ook weer een zorg minder, want anders gingen ze het ook bij een bank moeten gaan halen of gingen een deel moeten verkopen aan een veel lagere prijs, want het gaat geen centen meer om iedereen te betalen. Maar wij zijn wel blijven doorontwikkelen tijdens COVID. Ook al hadden we geen omzet dikwijls. Dus. Ja, nee, dus vaak zie je dan ook wel dat, wat ik meeneem is, je hebt een stuk jezelf rust gegeven, waardoor dat je ook op het moment dat het bedrijf het moeilijk heeft, in de omgekeerde richting, jij er kunt staan voor het bedrijf. Ja, klopt. Ja. En dat was ook met alle plezier, want Steve heeft mij daar niet toe verplicht, want Steve is natuurlijk zeer vermogend. En hij zei van, ik zou het appreciëren als je meegaat, dat je mee van, in de... Ik zeg van mij, absoluut, ik ga mee. Dus, ja. Top. Je hebt ondertussen ook nog niet zo lang geleden, denk ik, een overname gedaan. Ja. A2B Drivers. Ik had begrepen, één van die zaakvoerders is mee ingestapt, de andere niet. Hoe is dat verlopen? Want het fusieverhaal, of in dit geval, als je een overname doet, is toch ook iets dat... Ja, die match moet er wel zijn, die klik moet er wel zijn. Ja, hij is niet mee ingestapt in kapitaal, voor de duidelijkheid. Dus hij werkt bij ons nu. Dat loopt goed, vind ik. Het is natuurlijk een beetje raar omdat je elkaar een beetje hebt zitten bekampen in het begin, want zij hebben ons eigenlijk gekopieerd. En dan als je advertised op GetDriven bijvoorbeeld, als GetDriven in Google, was dat onder een eerste. Dat is echt zo'n boycottverhaal. Wat dacht je? Ik pak de mannen gewoon over. We hebben in het verleden niet altijd de beste communicatie uitgewisseld. Maar ik ben er ook super fanatiek in. Ik ben er vrij gevoelig aan. Concurrentie is normaal, maar ik vind het niet leuk als ze alles één op één kopiëren. Nee. Er was ooit een eerste bakker in de straat. Dat wil niet zeggen dat er nog een bakker mag worden, maar dan ook niet, ook in het groen en ook met het software dat identiek is. Goed. Zij zaten door COVID wel een beetje in een probleem, waardoor we wel iets hebben kunnen doen. De structuur die wij hebben opgezet is vooral op earn-out, dat die mensen zich bewijzen met het patchen van GetDriven aan dan in plaats van A2B. Dat was in het begin wat raar, maar nu Brecht die doet dat supergoed bij ons en die zegt, voor hem is er wel een deel, en je merkt dat ook, is er wel een deel van zijn wereld open gegaan om dan bij ons intern te komen, dat hem zag van, fuck, jullie zijn echt, sorry voor mijn taalgebruik, zijn echt, echt verregaand bezig met dingen, dat hem ziet van, ja, we waren aan het kopiëren op basis van wat we zien, maar we zaten niet in de structuur en dat hem dan zei van, dat ging eigenlijk niet gelukt zijn, want we zijn er wat verder in bezig. Maar nu loopt het wel goed. Hij is 100% puur sang GetDriven nu. Ik denk niet dat hij nog ooit terugdenkt aan A2B. En ik denk, het is nu een goed verhaal, maar ik denk dat er ook heel veel verhalen zijn dat niet goed voelt, maar bij ons is het wel... Het is een risky one. Hè. Ik hoor dat wel vaker van ondernemers die dan een bedrijf overlaten en dan nog echt mee een rol opnemen, zeker als werknemer, dat toch vaak wel bepaalde fricties geeft. Wat dat belangrijk was voor mij, is dat Brecht van Halle is. Dus wij zitten met kantoor in Kortrijk en ook onze medewerkers zijn allemaal zo als Vlaming, Oost-Vlaming. Ik vond het vooral leuk aan het gegeven dat hij dan ergens Halle zit, Brussel, Leuven. Waar dat ik mijn persoonlijk netwerk ook vrij beperkt is. We hebben 10.000 klanten, dus op naam misschien wel, maar ik heb heel weinig mensen. Als ik hier op café ga, dan ga ik heel weinig mensen aanspreken van terwijl dat bij ons anders is. Dus ik vond het wel belangrijk om, ook al is het een vrij klein land in België, dat je toch wel een geografische verdeling hebt in de mensen die actief zijn bij u. Top. Nu, ongetwijfeld gaat jij de volgende jaren nog heel hard bouwen aan GetDriven. Ik heb ook gezien, je trekt de strategie ook door, want ik had ergens gelezen dat jullie in het buitenland ook op zoek zijn naar co-investeerders. Is er een reden waarom dat je dat bewust met lokale co-investeerders in dat land zou willen doen? Ik moet eerlijk zeggen, we hebben al 5-6 verschillende strategieën gehad voor het buitenland. We hebben er ook al heel lang kunnen over nadenken en nog niet echt de vislijn kunnen uitgooien om te zien wat dat er bijt of wat niet. Ik denk met co-investeerders, we gaan sowieso ergens met investeerders in zee moeten gaan. Dat is een feit. En daar gaan mijn voorkeur momenteel naar lokale investeerders.
omdat die opnieuw de eerste olievlek uitduwen. Ik denk, als ik hier nu bijvoorbeeld met een Belgische VC in de sector dat wij in zitten, dan denk ik, als we hier nu in België kapitaal ophalen om in Duitsland uit te rollen, dat we daar weinig meerwaarde gaan mee creëren. Als je dan denkt van wie moet erin stappen, een paar vragen terug, dan denk ik dat echt wel de lokale ondernemers à la Steve Rousseau moet hebben, die een gigantisch netwerk hebben en die dat echt wel als ambassadeur mee in de markt zetten. Want we zijn geen puur software deeltje dat je implementeert à la Deliverac bijvoorbeeld. We zijn een dienst. Mensen moeten vertrouwen, dat moet een lokale gast zijn dat zegt, ik heb dat eens gebruikt. Dus daarmee zijn we nu bezig. Dus je hebt daar twee zaken in. Enigszins zijn we bezig met een soort concessiestructuur, waarbij dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun driver, een kapstokmodel, die dan ook betaald worden voor de kwaliteit die geleverd wordt en het volume dat geleverd wordt onder hen, en die verantwoordelijk zijn om die chauffeurs te zoeken, op te leiden en te managen. Dat is één ding, dat is het operationele. Anderzijds hebben we natuurlijk het financiële investeerders die daarvoor zitten. Dus in principe, idealiter, denk ik dat we een breed uitgezaaide investeerder nodig hebben in die landen. En die dan onder hem die verschillende managers kan zetten die in regio verantwoordelijk zijn voor de drivers. En wij te veel aan het vertellen, zijn we confidentieel. Moeten we knippen? Tegen dan. Er zijn nog zo'n manieren die... het is nu niet de eerste keer dat wij dat op die manier gaan doen, denk ik. Dus. Nee. Gunther, misschien nog een laatste vraag. We hebben het gehad over, exit maken uit bedrijf. Dat is geen binaire kwestie, dat is niet zwart-wit. In hoeverre heb jij al zicht over je toekomst binnen Get Driven en de exit die je misschien ooit zou maken? Maar toen ik de laatste keer exitte, dan zei ik van kijk, ik doe er nog 3 jaar bij op het volume dat we nu bezig zijn. Dan ben ik net 30 en dan stop ik ermee. Dat gaat nu niet lukken, want ik word binnen 3 maanden 30. Dus dat gaat niet gaan. Damn you, COVID. Maar ik denk dat nu... ik heb niet zozeer van aan die evaluering wil ik eruit of dit of dat. Allee, nu is vooral echt wel mijn doel en mijn ambitie om te kunnen zeggen van kijk, wij draaien een bepaald volume in de UK, in Duitsland en Luxemburg, dat we een multinationaal platform zijn. En daarmee ga ik ook vooral een doel verwezenlijkt hebben van ik heb dat echt in die landen kunnen uitrollen en daar ga ik veel meer voldoening van hebben. Maar ik weet dat wel, en mijn vernoot Steve die weet dat ook, dat ik heel veel voldoening heb van nieuwe zaken te beginnen en zaadjes te planten en marketing daar rond. We zijn daar niet altijd over eens. Ik heb dat toen gezegd van kijk, nog 3 jaar en dan is het goed geweest. Ik durf nu eigenlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet echt weet. Wanneer ik er volledig zou uit zijn. Het hangt er ook vanaf er hangt van zoveel factoren af, maar bijvoorbeeld, dan zou er bijvoorbeeld nog iets kunnen zijn als de state, bijvoorbeeld, wat voor mij echt een beetje een wilde droom is. En het hangt er ook vanaf van, als ze exit, ik ben vrij misbaar nu op het platform, maar meestal gaat het ook niet zomaar kunnen zeggen, hier, het is van nu en ik ben weg. Meestal moet ook wel nog wat het spel runnen dan. Dus om op uw vraag concreet te antwoorden, heb ik een klare exit-strategie op dit moment? Nee. Maar zeer abstract, nog een paar jaar heel veel gas geven en dan gaan we zien waar we zitten en wat dat kan genereren. Ja, ik denk dat je de belangrijkste puzzelstukken al hebt liggen. Hè? Want ik vond het heel leuk dat je er straks al zei van de vorige exit die ik heb gemaakt. Ja, inderdaad, zo is het ook wel. Hè. Je maakt elke keer als je zo'n transactie doet, maak je wel een stukje een exit. Ik heb u over misbaarheid horen spreken. Ik hoor u ook zeggen van het platform kan voor mij verder draaien. Je bent niet gefocust op die waardering en dan you en ik ga eruit. Maar je hebt wel een heel duidelijk beeld van dat is het doel dat ik nog wil realiseren. En ja, mogelijk is dan de fun eraf. Misschien vinden we dan weer iets nieuws waar dat je zegt van kijk, ja, ik wil dan toch nog mee tot op dat volgende niveau. Ja. Ik denk dat dat het huiswerk is dat elke ondernemer net moet maken om heel nuchter met die materie bezig te zijn. En wat komt, dat komt wel. Ja. Ik bezie het nu ook zo'n beetje zo. We hebben 2 maanden denk ik non-covid gehad in 2021, waarbij dat we echt zotte cijfers hebben kunnen neerzetten. Bijna 500.000 op maand recurring. Wat dat dan plots... als je dat dan in valuering steekt en hoe dat tech gevalueerd wordt, dan zit er plots aan waanzin valuering.
En toen beginnen wel zo van, poh, ja. Maar eigenlijk mocht je er, dan begin je terug zo te schuiven naar wat ik een paar jaar geleden had. En eigenlijk allee, is er nog zoveel te doen dan nu op dit moment, dan allee, ben ik niet echt ermee bezig. Ik ben vooral bezig met platform beter te maken. En de structuur, we hebben binnenkort een brainstorm sessie met een aantal kleppers uit het Belgische tech landschap. Die allemaal eens samen aan de whiteboard een keer gaan denken hoe dat we het moeten doen. En ja, dat is... Zolang dat je nog iets of amuseert, dan denk ik dat je daar niet... Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Gunther, ik wil u heel hard bedanken om tijd te maken en vandaag even in mijn zetel te komen zitten en toch wel heel specifieke informatie ook te delen over hoe dat je zelf in het leven staat als ondernemer en wat je aan het bouwen bent. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En voor jullie, wel, dit was dan misschien wel de exit van dit gesprek, maar het is ongetwijfeld ook het begin van uw volgende stap als ondernemer. Ongetwijfeld heeft dit gesprek u enorm geïnspireerd. Wilt je op de hoogte blijven van de volgende afleveringen? Wel, volg mij dan op Facebook, Instagram of LinkedIn. Wil jij ook werk maken van jouw exitstrategie? Bestel dan meteen jouw exemplaar van het boek Sell Your Baby via sellyourbaby.be of neem deel aan een van onze volgende seminars via blackbirdevents.be.